Welkom bij Scania Production Meppel. Het proces van Scania Meppel is dat onderdelen, carrosseriedelen komen bij ons binnen. Dan worden ze gelakt via de automatische lakstraat. We hebben een stukje voorassemblage en vervolgens worden ze verzonden. Mijn werkdag begint met de overdracht van de vorige ploeg. Vervolgens loop ik mijn medewerker rond om te kijken of iedereen aanwezig is. Die zijn aan het werken aan de hand van de personeelsplanning die ik maak. Daarna dan, heb ik meetings gedurende de dag met mijn leidinggevende of engineering of afdelingen waarbij we ben betrokken. Het werken bij Scania Meppel maakt het erg leuk omdat je veel afwisselend werk hebt. Wat Scania Production Meppel typeert is de informele sfeer die we met elkaar hebben. Mensen die laten zich ook echt aanspreken. Daarnaast dat ze je motiveren om jezelf te ontwikkelen en dat je van allerlei cursussen en trainingen kan volgen. Ontwikkeling is voor mij erg belangrijk. Ik ben zelf begonnen als productiemedewerker. Ik ben nu teamleider. Randstad heeft me daarin geholpen omdat ik cursussen heb mogen doen volgens Randstad. En daardoor ja, nu teamleider ben eigenlijk. Met mijn collega's is eigenlijk super goed. We werken nauw samen en daarbij gaan we ook echt voor het beste resultaat. Dat doe ik samen met mijn collega teamleiders, maar ook met engineering, processupport en met leidinggevenden. De tip die ik een nieuwe collega zou geven hier bij Scania in Meppel is dat ze gemotiveerd zijn, op tijd zijn en ze graag willen ontwikkelen. Voor de functie teamleider heb je minimaal een afgeronde MBO 2 opleiding nodig. Daarnaast heb je nog een interne opleiding die je zou moeten volgen tijdens je functie. En daarna heb je nog genoeg doorgroeimogelijkheden of mogelijkheden om verder te studeren. Randstad, dat werkt beter.